Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik gaan winkelen. Ik ben bij verschillende winkels geweest, dus ik weet zeker niet alle prijzen van alles. Ik weet eigenlijk de prijzen van niks, behalve als het erop staat. Maar we gaan eraan beginnen. Ik kocht een tijdschrift, de Cosmo Girl. Bij Albert Heijn, bij de Albert Heijn kocht ik ook super veel vegetarisch vlees. Als je wil zien wat ik heb gekocht, moet je even op het i'tje drukken. Dan link ik naar die video. En als ik hem daar vergeet, dan staat hij sowieso onderaan. Deze was... Wauw, ik weet echt niks. De adviesprijs in Nederland en België is 3,99 €. Dit is naast Fashion Chic mijn favoriete tijdschrift. Bij Zeeman kocht ik dit. Echt een super leuk lentig slash zomers bedovertrek. Maar van die plantjes echt heel erg leuk. Deze was 14,99 €, wat dat echt niet duur is voor een bedovertrek. Super leuk. En ik vind alles super leuk, maar zat. Ik kocht deze bakjes bij Action. Dit zijn 4 bakjes, zo 1 grote, dan 2 heel kleintjes en dan middelmatig. Ik vind de kleur niet super leuk, maar het is om in een laderkast te steken om make-up te kunnen sorteren. Ik ben al super lang benieuwd naar dit product. Ik vond het niet bij Kruidvat en bij mijn Kruidvat, maar wel bij Kruidvat en Roeselare. Dit zijn de Pamper Yourself en de Feel Marvelous badpaddels. Je zou er 2 keer in bad mee kunnen gaan. Misschien niet ik, want van Knijp. In Action kocht ik ook dit Face Mask Relaxing Kleigezicht Masker. Als ik niet gebruik een mask dat ik gebruik, zal ik het sowieso laten zien in de vlog. Je weet, ik ben verslaafd aan geurkaarsen. Dus ik kocht deze geurkaars. Wauw, die heeft een lange hond. Oh, die ruikt zo goed. Dit is de geurkaars... Sweet Candy, kocht hem bij Zeeman voor 99 cent en hij ruikt echt heerlijk. Ik kocht ook deze cookies, want die zijn super lekker. Deze mini mix, ook van Action. Om in het eten assortiment te blijven. Deze... super leuke hamburgertjes. Echt, ik vind deze echt super lekker. Moet je wel altijd een beetje denken aan toen ik klein was. Deze Happy Mix, alhoewel dat het geen kerstmis meer is. Ik heb hem ooit al een keer laten zien in de shopper. Ik wissel graag af met van shampoo. En ik zeg deze staan. Dit is de... Sorry. Dit is de Organic Aloe Vera met argenolie shampoo van Apotec. Ik ben benieuwd. De Big Bazaar, denk ik. Ja. In de Big Bazaar kocht ik 2 Milka reven. 1 met Oreo en 1 met van die chocolate chippies van Chip Ahoy. In de Big Bazaar kocht ik ook 2 schoppies. En echt super goedkoop, maar ik weet de prijs niet meer. Ik kocht zo'n snoeishaar. Zo'n plantenclips. Dat was echt een hele zak voor 4,50 cent of zoiets. In de Big Bazaar kocht ik ook deze superleuke retro tuinhandschoenen. Ja, voor het onkruid uit te trekken. Dit kniekussen, voor als ik buiten aan het werken ben. En
dit. Dit is een zakje, zodat je ergens kan aanhangen met bosarbei. En ik hoop zo hard dat ze super goed gaan groeien, want dan echt zalig. Als ik thuis kom, poeder. Hier lijkt zo van die bosaardbeien. Dit was het duurste item, denk ik. Ik denk dat ze echt. Ook kocht ik dit bordje. Alles van de paasartikelen waar 50% korting. En super leuk. Het is zo geen zacht plastic, maar het is ook geen echt bord materie. Maar echt leuk en schattig. Bij de Action kocht ik deze plantenspuit. Deze scrub, waarvan ik zeker ben, maar dan ook volledig zeker ben, dat mijn zus hem gaat stelen. Dus was er nu al mee bezig. Dit is de Body Scrub in Sweet Fantasy. Of was hij van de Big Bazaar? Ik denk dat hij van de Big Bazaar was, eerlijk gezegd. For soft removal of dead skin cells. En tenslotte, een babylips voor mijn gescheurde mondhoeken. Dit is de Babylips Holiday Spice Chai Tea Latte. Maar je had er echt nog verschillende andere geuren en smaken. Echt super blij met alles wat ik heb gekocht. Vooral mijn bed overtrek, omdat ik daar echt zoveel genot ga van hebben. En natuurlijk al mijn plantenspelletjes. En die aardbeien, dat wordt zo lekker. Zo, dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren hieronder. Tijd voor een thumbnail. Ik zie net dat ik nog één iets vergeten was. In de Vibra heb ik voor 2 euro dit calligrafie setje gekocht. Ik hoop dat ze niet doordrukken in mijn bullet journal, maar anders, ach ja. Het zijn 7 stiftjes, rood, heel ras, blauw, paars, donkerblauw, zwart en een pomootje. Ik ben benieuwd. Die ga je misschien zien in mijn bullet journal video's, die ik elke maand upload als volgt iets.